Oh hey, hallo allemaal van het kanaal Royalistic. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag neem ik de video over van Roy, omdat deze man gewoon in een maand twee keer op vakantie gaat en gewoon lekker aan het genieten is van het leven en daardoor net even een beetje tijd tekort kwam om een extra Fortnite video op te nemen. Dus dat neem ik graag voor je over, Roy. Heel veel plezier op vakantie. We steunen je allemaal in het plezier hebben en het bier drinken. Nee, even serieus. Ik hoop dat je het echt super leuk gaat hebben op vakantie. En ik weet zeker dat als ik aan Roy vraag of hij een video wil overnemen van mijn kanaal, als ik het nodig heb, dat hij dat ook zou doen. Dus zo doe je wat voor elkaar. Daar ben je vrienden voor. Ik land hier trouwens echt nooit. Dat kunnen jullie ook wel zien, want ik kom echt op een hele vreemde plek. En waarschijnlijk ga ik nu dood. Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje. Ik heb ook geen idee waar ik heen ren. Ah, kijk, we hebben hier een wapen. En omdat, ik weet niet, ik hoor iemand. Ik hoor ook een kistje. Volgens mij zit er iemand achter mij. Kom maar, ik heb een deagle. Oh, ik zie hem daar volgens mij. Holy moly. Doe eens even normaal, joh. Oh, daar is nog iemand. Zag je dat? Hey, hoppakee. Oké, we hebben twee kills. Oeh, minis. Nice. Oké, we hebben twee kills te pakken. Wat ik wilde zeggen is dat, ik weet niet tot in hoeverre jullie mijn vlogs kijken, maar Roy die moest zo ongelooflijk hard lachen toen ik deze trui ging aandoen. Want hij zei van, yo Enzo, het lijkt net alsof je niet kan kiezen voor welk team je bent in Harry Potter. Ik weet niet of jullie dat hebben gekeken. Maar ik moest daar zo hard om lachen. Dus ik dacht, oké, ik ga die video overnemen. Ik trek deze trui voor Roy aan, jongen. Dus Roy, als je dit terugkijkt, speciaal voor jou dit truitje aangetrokken. Wat de bedoeling is van vandaag. Natuurlijk om even wat mooie kills te maken. En om aan iedereen te laten zien die denkt van, oh Enzo, die kan alleen maar Minecraft. Ga ik hopelijk het tegendeel bewijzen. En een mooie Victory Royale. Zo kan het amper uitspreken. Ja, ik win niet vaak hoor. Victory Royale binnen te slepen. Laten we in ieder geval als eerst even beginnen met onze beloning. En dat zijn deze items. Het zijn best wel chille items trouwens ook nog. Wauw. Kijk, die gaan we even omruilen. En laten we die klingers meenemen. Ik bedoel, wat hebben we nou aan bandages? We gaan toch geen damage vangen? We gaan alleen maar damage uitdelen. Best wel een fijne plek om te looten eigenlijk. Hoe heet dit? Oh ja, Junk Junction. Ik kom hier nooit, Junk Junction. Het is dat ik hierheen ga omdat het aan het begin van de bus was. En volgens mij heb ik ook een missie. Wat vinden jullie daarvan? Dat je op het begin hier nu helemaal links... Ik kan er met mijn muis niet komen. Maar kijk, search. Mijn Engels is zo slecht. Search chest in Junk Junction. Ik heb de 1 van de 7 gevonden. Of niet gevonden. Gewoon 1 van de 7 geopend. En dat is ook wel een beetje de reden dat ik hierheen ging. Ik vind het altijd wel leuk, die missies doen. En je krijgt er gewoon ontzettend veel XP van, waardoor je tier up gaat en zo. En allemaal nieuwe items krijgt. Oh, kijk. Nice. Laten we deze gewoon meteen innemen. Super chill. 100-100. Moeten we ver voor de cirkel? Oh, dat valt mee. Oké, dit was wel een beetje zo alles, hè. Hier nog wat ammo en dan kunnen we denk ik wel hier weggaan. Oh, hier nog... Oh, nee. Hier nog een kistje. Hierboven. Hoppakee. Oh, dat is wel een leuk wapen. Weet je, we nemen gewoon die drumgun mee. Geen AR, gewoon de drumgun. Dat doen we gewoon. Die pellets, die moet ik gewoon altijd kapot hakken. Omdat die zoveel hout geven. En dat kan ik altijd wel gebruiken. Nou, alleen deze pellets nog en dan ga ik er vandoor, hoor, mensen. Zo. En weet je wat ik wel een leuk idee vind? Het schiet me opeens te binnen. Ik hou altijd heel erg van positiviteit. Voor de mensen die me niet kennen, ik hou heel erg van positiviteit. Ik hou van lachen, lekker gek doen, niet te veel nadenken en gewoon leuk, weet je wel. Gewoon gezellig. Nou, dus sommige mensen kunnen er helemaal gek van worden, want ja, Enzo, het leven is natuurlijk niet altijd een feest, dat klopt. Maar ik probeer wel altijd positief te blijven. Dus wat nou als wij voor onze lieve vriend Roy een reactie achterlaten. Gewoon een compliment. Dus heb jij zoiets van, Roy, je bent echt goed in Fortnite. Dat is een compliment. Super tof. Want als Roy dan deze video kijkt, dan leest hij alleen maar complimentjes in de reacties over zichzelf. Dus als jullie een leuk complimentje hebben voor Roy, laat het weten in de reacties. Door dat achter te laten. Door dat te zeggen. Ik zal wel even een complimentje geven aan Roy. Dan geef ik even een voorbeeld.
nemen. Nu moet ik er niet lang over nadenken, want dan komt het over alsof... alsof ik niks weet. Maar ik weet wel wat. Maar het is een goed excuus. Ik zit heel even in gevecht. Oh, nee. Enzo, je moet hem wel pakken. Oh, daar gaan we... Oh, we gaan in de achtervolging. Ik kom straks op dit onderwerp terug. Oké, ik moet heel even iemand pakken. Waar ben jij? Is hij al zo ver weggerend? Waar is hij gebleven, joh? Oh, hij is hier zo. Ah, kijk, ik zie hem al. Ja, ik zie jou wel. Wij laten jou echt niet zomaar gaan, hoor. Oh. Hoe dan ook, ik ga jou pakken. Oeh. Ja, dit ga je niet leuk vinden. Ik ben een soort nachtmerrie voor jou. Oh. Oké, hij is het huis niet ingegaan. Nou, we gaan er gewoon heen, hoor. Ik laat me niet tegenhouden door dit. Oh, daar zie ik iemand rennen. Of is dat dezelfde? Volgens mij is hij nu ergens in het midden van Pleasant Park. Oké, daar in de verte wordt ook gevochten. Oh my god, Enzo. Waarom draait de kerel zich niet om? Oh ja, ik heb een drumgun, dat is waar ook. Hij wil wel heel graag die gast hebben daar. Oh, er is iemand dood, Ik moet snel zijn. Let's go, 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 go. Dan pak ik heel mooi de kill op. Hier ben ik. Oh, gaan we een build battle doen? Was dat de build battle? Gaan we niet hoger? Waar ben je? Kom hier jij! Kom hier jij! Hoppakee! Ik heb je te pakken hoor. Dankjewel, dankjewel. Oeh, nice. Goeie items dit. Dat is echt heel chill. Kijk, en dan ga ik die drumgun maar inleveren voor de AR. En dan zijn we ook super mooi voor de cirkel. Zijn we helemaal op tijd. We zijn helemaal up-to-date. Nou, is dat niet even mooi? Hier hebben we nog wat ijzer. En dan hebben we even een ammo... Oh, die ammo crit is al geloot. Ah, we hebben helemaal geen ammo nodig, joh. We hebben genoeg. Oh, kijk. Daar is zo'n rift. Oké, laat ik die gebruiken. Au, dat was damage. Kijk, ik zei al, ik ben niet zo heel goed in Fortnite, hè? Toch doe ik mijn best, lieve kijkers. Oh, dit ga ik nog net redden. Is hier nog een kist? Nee, geen kist? Oké. Hoppakee, daar gaan we. Nou, wat ik even wil achterlaten voor Roy, als je dit kijkt. Roy, ik vind je een hele aardige guy. Ik ken je nu een paar maanden. En we hebben niet alleen leuk contact gewoon online, maar we hebben ook een paar keer gechilled in real life. En dat was echt super gezellig. En wat ik heel erg tof vind, is dat Roy hele goede humor heeft. En ik hou echt van mensen die goede humor hebben. Dus ik denk dat ik het daarom ook wel goed kan vinden met Roy. Dus dat is even mijn complimentje naar Roy toe. En dat is niet omdat ik er zo lang over na moest denken, nee. Kwam gewoon omdat ik heel even bezig was in gevecht en ik kan geen twee dingen tegelijk, want ik ben een man. Oké? Ik weet niet of dit het juiste moment is om het te gaan doen, maar hey, ik heb er gewoon zin in. Dit is een time trial. Oh, kijk.
Die moet je dus allemaal gaan pakken binnen de tijd. En als je die dan hebt verzameld... Oh, wat ik waarschijnlijk helemaal niet ga redden, joh. Oh, kom op, Enzo, rennen. Dit ga ik toch helemaal niet redden? Heb ik hier een golfcar voor nodig? Oh, ik denk dat je het wel kan redden, maar dan moet je gewoon iets sneller... Oh, dat was zo gemeen. Ik was zo dichtbij. Nog een keer. Kijk, nu weet ik gewoon waar ik heen moet. Go, 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 go! Snel. Oh mijn god. Let's go, go, go! Oh, wat spannend. Een soort Mario liedje erbij. Ren! Snel! En dan die laatste. Dit ga je niet menen. Oh my god! Dat was zo gemeen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het anders doen. Zo, hier. Wat gebeurt er? Oh, iemand gebruikt de Rift. Oké, boeien. Weet je, dit gaat me niet nog een keer gebeuren, hoor. Let's go! Ah. Hoppakee. Bam. Ja, ik zit er lekker in, hoor. Ja, ik zit er lekker in, mensen. Ik voel hem. Oh my god! Oh my god, ik ben helemaal klaar mee. Wat een stom scheidding dat ze dat hebben bedacht, zeg. Oh, hier is nog een Rift. Zal ik die even snel gebruiken? Oh, ik gebruik die wel. Dan krijg ik geen damage. Zo, daar gaan we. Er zijn nog 5 mensen. Misschien kan ik ze een beetje spotten. Maar ik moet een beetje hoog blijven. Voor straks. Oh, daar zie ik iemand. Oh, heerlijk. Oh, dat was een lekkere hit. Nice. Keep up the good work, Enzo. Oh, wow. Holy moly, wist ik veel dat het zo diep was. Oh, er zit hier iemand in, jongen. Oh, die gaan we pakken. Oh, yes, baby. Oh, nee, nee, alle items. Nee. Oké, die gaan we pakken. Dan ruilen we deze even om voor die. En die minis. Die minis wil ik ook. Oké, wat we nu gaan doen... is heel even... Oh, oh, nee, nee, nee. Waarom doe ik dit nou? Zoals ik zei, mensen. Ik ben niet de beste Fortnite-speler. Ik wilde mijn kampvuur neerzetten, maar... Oh, ik hoor een snipper. Maar dat ging niet helemaal goed. Maakt niet uit. Hoppakee, alles gefixt. Even reloaden, alles gereload. Deze even. Zo, niks aan de hand. Oké, ligt daar nog iets wat ik kan gebruiken? Ja, er ligt een Scar. Die wil ik eigenlijk wel heel graag hebben. Zo, ik heb de Scar. Nu wegwezen hier. Lag daar nou nog een grote pot? Nee, hè? Oké, ik kan met de cirkel mee als het goed is. Oh, 15 damage was nog gekregen weer. Oh, oh, er zit hier iemand. Oh, die zag mij. Oh, ik moet hier weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nee. Weet je wat ik ga doen? Oh, nee. Hoppakee. Dan maar even op deze manier. Als ik maar in ieder geval even... een beetje weg ben. Oh, ik heb 600 steen. Oeh, dat is nice. Maar hun zijn helemaal niet aan het opletten op mij. Weet je hoe chill? Ik ga gewoon deze even innemen. Dan heb ik in ieder geval 15 HP erbij. Oh, dan kom ik net vandaar. Moet ik daar straks wel omheen. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon heel sneaky omlopen. Ik heb het idee dat dat een goede strategie kan zijn. Oh, kijk.
Ga dood! Ga dood! Hun zijn daar bezig. Ik ben hier bezig met jou. Ja hoor. Het duurt niet lang meer. Kom op nou. Jeetje. Ja, die gaat dood in de cirkel. Dat kan niet anders. Ja, dood. Dat duurde veel te lang. Oké, waar zijn die anderen? Oh, er is nog één! Oh, ik zie hem lopen daar. Zag je dat ook? Oh, shit. Oh, shit. Nu is de druk zo hoog. Oh, ik zie hem daar. Oh nee, de cirkel. Oh nee. Oh nee. Oh nee, ik verpest het helemaal. En dit is dus de reden dat ik een positieve reactie ook van jullie nodig heb. Oh, wat stom. Oh, dit is echt heel zonde. Maar hopelijk hebben jullie wel genoten van deze video. Hey, jullie zien het aan mijn naam linksboven. Ik heet niet voor niets Enzo Knol 2. Dus ik word gewoon heel graag tweede. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten van deze gastrol van mij op het kanaal van Royalistic. Wil je nou mijn kanaal checken? Staat in de beschrijving. Bedankt allemaal voor het kijken. En ik zie jullie misschien op mijn kanaal. En anders bij een nieuwe video morgen op het kanaal van Royalistic. Peace!